Iedere week vragen we een markante persoonlijkheid zijn of haar visie op de toekomst. Hoe ziet Nederland eruit over 10 jaar op het gebied van digitale lifestyle en elektronica? Deze week, trendwatcher Shempi Moons. Wat ik verwacht voor 2020 is het volgende. Over 10 jaar hebben we 10 jaar New 60's achter de rug. Dus dat betekent dat we nu eigenlijk aan de vooravond staan van een periode die heel erg vergelijkbaar zal zijn in mentaliteit en in waarden. Met de jaren 60, de old 60's. Alleen in een volledige nieuwe verschijning en veel vernieuwende uitingsvormen. Dus enorm veel anti-autoriteit, rebelsheid, maar ook vrijheid en plezier. Levenslust is eigenlijk het thema voor die 10 komende jaren. De jaren 60 staan bekend als de jaren van vrijheid en blijheid. Dus heel veel optimisme komt terug, heel veel positieve bewegingen die positief kritisch zijn. Maar ook heel veel vernieuwing. Verwacht heel veel creatieve vernieuwing op allerlei terreinen. En die was er in de jaren 60 ook. Denk aan de popmuziek, de doorbraak van de bikini, de minijurk, het eerste bloot op tv in 1967. Dus heel veel vernieuwing. Bedrijven die gaan veel meer moeten samenwerken met de consument. En de goede bedrijven die zijn daar nu al mee bezig. Gaande van bedenk de nieuwe smaak van een chipsmerk tot bedenk de nieuwe slogan voor ons merk. Dus ik verwacht dat er een einde komt aan het vaak arrogante gedrag van grote bedrijven. Dat zij dingen alles te weten en echt dingen naar de consument brengen waar je echt wat aan hebt. Waar goed naar geluisterd is en die echt bij je passen. Boodschappen doen, dat gaat echt helemaal op zijn kop. De supermarkt van over 10 jaar die ziet er totaal anders uit dan wat we nu kennen. Het gaat leuker worden om boodschappen te gaan doen. Niet dat je dan met zware tassen thuis komt, want dat wordt toch allemaal thuis bezorgd. Maar het wordt weer een leuke plek waar van alles te beleven is, te proeven is. Wat je ook gaat zien is dat we een beetje de grote schaal zijn bezat en de gemiddelde producten. En dat we in het midden van de winter verse aardbeien kunnen eten. Ja, is leuk, maar is eigenlijk niet echt leuk. Dus we gaan weer veel meer terug naar de essentie van de aardbeien eten die uit de omgeving komen. En die echt lekker zijn.